Op 12 november zijn Gelderse politici op de markt in Tiel. Van 12 tot 3 willen ze persoonlijk horen hoe de inwoners van het rivierengebied het wonen en werken in deze regio ervaren. Deze ontmoeting loopt alvast vooruit op het Gelders debat op 23 november in Tiel. De vraag bij dit debat is: wat betekenen de ontwikkelingen op het gebied van logistiek voor de leefbaarheid van de inwoners van het rivierengebied? Zijn er in de verschillende gemeenten nog voldoende mensen en is er nog geld voor buurthuis en verenigingsleven? Daarnaast worden recreatie en toerisme ook in rivierenland steeds belangrijker. De economische bedrijvigheid groeit ook en hoe vinden we hier een balans in? Het Gelders debat vindt plaats op 23 november en wordt gehouden in restaurant De Betuwe.